NL doet vandaag. En ik ben onderweg naar leuke activiteiten die hier in de regio Altena plaatsvinden. Je kunt vandaag snoeien, schuren, verven, klussen. Te veel om op te noemen. De eerste stop van vandaag, die is in Babyloniënbroek, gemeente Altena. Een van de acties die bij NL Doet gehouden wordt op deze winderige zaterdag is op zorgboerderij Den Heel. Ik sta naast Bo. Bo, goedemiddag. Goedemiddag. Wat gebeurt hier allemaal op jullie zorgboerderij vandaag? Want ik zie een hoop mensen lopen. Ja, we hebben een heel hoop vrijwilligers die de klusjes uitvoeren waar wij normaal gesproken niet aan toe komen met onze deelnemers. En wat voor klusjes zijn dat vandaag die gedaan worden? De hoofdklus vandaag is dat er een schuifdeur komt en een muur. Maar de muur die stond er al gedeeltelijk. Zodat onze deelnemers niet in de wind zitten in de schuur. Zodat ze ook gewoon droog uit de wind kunnen werken. Kan ik er onderdoor? Ja? Nou, ik durf dan wel. Zo, wat gebeurt hier allemaal vandaag? Nou, we zijn hier een gaatje dichtmaken. En zorgen dat er een gaatje in blijft. Een gaatje dichtmaken? Ja, hier was open. Oh, die hele wand was open. Ja, was open. Maar u bent hier om de oproep van op NL Doet? Ja, ja, helemaal. Leuk hoor. En met hoeveel man zijn jullie hier nu bezig? Een hele hoop. Ja. Het is altijd over 30, dacht ik. Oh, echt? Ja. De zorgboerderij is voor een hele diverse doelgroep. Voor ouderen, mensen met een beperking, mensen met NAH. En het is de bedoeling dat ze hier zorg op maat krijgen. Dat ze dus buiten zijn, want het is op een boerderij. We hebben een kraampje die ze dus bijhouden met ook de producten van het land. Dus dat wordt ingepakt, schoongemaakt, van het land gehaald. Ja, wij zijn voor een pomp, een puls die hier geslagen is. Een pomp aan het aansluiten, water naartoe aan het brengen en stroom naartoe aan het brengen. Dus met een paar man sleuf aan het graven, stroom aanleggen en waterslang op aansluiten. We zagen op de site dat hier een NL Doet klus was. En een van onze vrijwilligers, zijn vrouw, die werkt hier ook. Zodoende was eigenlijk snel het contact gelegd. En dan konden we hier met een hele groep vandaag aan de slag om allerlei klussen te doen. Dan staan we toch zowaar weer met onze voeten in de klei. Ik sta naast Herman en naast Niels, want die zijn appelbomen aan het plaatsen. En ik heb begrepen dat jij hier stage loopt op deze boerderij. Ja, je moet hier stage lopen van school. Vanuit het Gemaras en Gorkum. En hoeveel heb je er al gezet vandaag? Best wel veel. Meer dan 100? Ja, dat is er wel. Echt waar? Ja. Zo. Met de groep bij elkaar wel. Hoe laat ben je begonnen? Iets van 9:30 zijn we hier gekomen en ongeveer 10:00 zijn we begonnen. En nu is het bijna klaar? Of, Ja, dat zijn de laatste boompjes hier. En hoeveel mensen werken hier? Ik denk dat wij ongeveer 15 deelnemers hebben. En dan hebben we ook nog een team van 10 mensen wel. En vandaag lijkt dat aantal mensen wel verdubbeld, want er lopen heel veel mensen rond, hè? Ja, er lopen heel veel mensen rond. Het is en dat was het doel, toch, van deze actie? Ja, zeker. Het is echt heel druk. Meer dan dat we zelf hadden verwacht. Inmiddels zijn we aangekomen bij Stichting de Dierenambulance Altena in Rijswijk. En ik zit naast Joost. Joost, goedemiddag. Goedemiddag. Twee dagen bij jullie NL Doet. En dit is de zaterdageditie. Wat hebben jullie al zoal gedaan? Wij zijn gistermorgen begonnen met hier sowieso alles op het dam leeg te maken. Alle stenen weg te halen, pallets weg te halen, oud materiaal. We zijn al een paar keer naar de gemeentewerf geweest, spullen wegbrengen. We hebben de blokhut helemaal leeg gehaald. Die gaan we nu inrichten. We zijn hier opnieuw een deel aan bestraten. Nou ja, achter ons zie je nog een deel wat we nu nog aan het doen zijn. We hebben die hellingen leeggemaakt. Dus ja, eigenlijk al heel veel. En met hoeveel mensen heb je dat de afgelopen dagen gedaan? Gisteren waren we met alles bij elkaar, moet ik even denken, volgens mij met 12 man. Dus, En dat is wat je ook had gehoopt en verwacht? Of kunnen er altijd nog meer bij? Nou ja, we hebben ruimte zat, er kunnen er altijd meer bij. Maar we hadden ingestoken, als we 8 man zijn, dan kunnen we in ieder geval al flink wat doen. Dus het was gisteren iets meer, dus dat was al fijn. Ik sta bij Bas en u bent hier elke zaterdag om te helpen bij de dierenambulance. Niet voor de dierenambulance, maar voor de dieren te verzorgen. En dan verzorg ik het ezel, want wij hadden vroeger een kinderboerderij. Maar dat kan ik wegens omstandigheden niet meer doen. We hadden die 40 jaar. En nu staan een deel van de dieren en de vogels die zitten hier. En nu kom ik de zaterdags helpen om dieren te verzorgen en de vogels te verzorgen. En wat heeft u vandaag gedaan? Ik heb vandaag die ikkesstal schoongemaakt, want die ezel die heet ikke. En eten gegeven, voer zit erin en in de wei gedaan. Ik heb hier die vogels gevoerd die daar allemaal zitten. En ik heb daar allemaal die vogels gevoerd. En ik heb daar allemaal de vogels gevoerd. En ik heb daar met behulp van een dame paardenstal schoongemaakt. En even in een notendop, wat doet de dierenambulance vanuit deze plek?
Vanuit deze plek. Nou, de dierenambulance die staat hier normaal opgesteld. Die vertrekt hier vandaan. En we hebben hier de wildopvang. Dus die blokhut die daar staat, die is van de wildopvang. En daar doen wij de eerste opvang van wilde dieren. En dat kan zijn van bevers, reeën, vossen, zeearenden, verzin het maar. En dat vangen wij hier op. Inmiddels aangekomen op de derde locatie van vandaag tijdens NL Doet. Ik ben in het gezinshuis Terug naar de Toekomst in Oudendijk. En ik zit naast Patrick van Os. Aan de keukentafel van jullie mooie gezinshuis. Vertel eens, dit gezinshuis, wat is het precies? Wij zijn een huis waarin meerdere jongeren wonen die eigenlijk niet meer thuis kunnen wonen. En daar bieden wij een stukje verzorging aan, maar ook gewoon de dagelijkse gang van zaken. We zorgen ervoor dat ze naar school gaan, dat ze lekker gaan sporten, dat ze gewoon lekker kunnen zijn wie ze zijn. Dat ze gewoon weer lekker kind kunnen zijn zoals het hoort. Want daar heeft het bij sommige jongeren aan ontbroken dan? Ja, helaas wel. Niet ieder kind krijgt het mee dat hij gewoon thuis gezien wordt en mag leven. En dat proberen we wel mee te geven hier. Ja. Het heet Terug naar de Toekomst. Cryptische naam een beetje. Kun je vertellen hoe dat is ontstaan? Ja, Marijke en ik houden natuurlijk allebei van films, dus Back to the Future, nee, is een beetje onzin. Wij hebben voor Terug naar de Toekomst gekozen omdat we heel graag af en toe een klein stukje terugkijken, maar vooral rechtdoor naar die toekomst toe willen werken. En ja, daar hoort soms wel een beetje bij dat je een trauma verwerken en moet kunnen verwerken. Maar daar hoef je niet te lang bij stil te staan. Het gaat er vooral om dat je gewoon een mooie toekomst gaat krijgen. En daar willen we met z'n allen naartoe werken. Vandaag tijdens NL Doet, jullie klus aangemeld op de website. Wat houdt die klus precies in? Nou, we hebben eigenlijk twee klussen. Eén was Maak de Tuin jongerenproef. Nou, dat was vandaag niet helemaal geweldig weer voor. Gisteren zijn we er ook trouwens mee begonnen. Dus dat was een beetje afzien. En de tweede klus die we hebben is inderdaad Bouw de Boekenkast. We hebben heel veel boeken gekregen, ook van mensen die ons een warm hart toedragen. En we hadden een boekenkast besteld toen wij hier net kwamen wonen. Maar die is ondertussen uit zijn voegen gegroeid. Dus we hadden zoiets van, nou laten we gewoon met NL Doet meedoen. En maak er eens een mooi projectje van. Dus we hebben gelukkig wat leuke mensen gevonden die meehelpen daarmee. En zijn het bekenden van jullie of is de hulp uit onverwachte hoek gekomen? Nou, gisteren hadden we wel wat mensen uit onverwachte hoek. Vandaag zijn het vooral bekenden die via onze Facebook-oproep gereageerd hebben en bij NL Doet hebben aangemeld. Ja. En de klus, een grote boekenkast maken, daar gaan we zo even kijken. Daar gaan we zeker even kijken en dan kun je de mensen ook zien die mee hebben geholpen. Dat is leuk. Ja. Het is passen en meten, maar volgens mij gaat het de goede kant op met de boekenkast hier. Ja, het begint ergens op te lijken inderdaad. Speciaal vandaag op NL Doet deze klus aangeschreven om hier te gaan klussen. Ja. Als bedrijf zijn, vind ik het inderdaad ook leuk om inderdaad gewoon als vrijwilliger bezig te zijn. Dus vandaar deze klus. Ja. En de andere boekenkast is al klaar. Komt deze vandaag ook klaar? Deze komt vandaag uiteraard ook klaar. Ja hoor. Deze kast die is al gemaakt. Ben je er tevreden mee, Patrick? Ja, ik vind dat ze het geweldig goed gedaan hebben, absoluut. Ja, ik ben er heel blij mee in ieder geval. Ja, zoals je ziet, er staan bovenin de wat spannendere boeken. Maar vooral onderin, daar komen de boeken voor de kinderen. Ja, ik ben er heel erg blij mee. Ja, absoluut.